Lord William Bitt is de auteur van het boek Het komt nooit meer goed. Hij voelt zich persoonlijk aangesproken door de heer André Misikaba, die in zijn speech bij het monument van de revolutie afgelopen zaterdagavond aangaf dat mensen die aangeven dat het nooit meer goed komt met Suriname, daar moeten blijven. De heer Wit vertelde tegenover onze nieuwsdienst waarom hij zich aangesproken voelt. Nou, hij heeft daar uitspraken gedaan die op niemand anders betrekking kan hebben dan op mijn persoon. Hij had het over een boek dat ik geschreven heb. In tegenstelling tot wat hij tijdens zijn toespraak beweerde, is Het komt nooit meer goed met Suriname niet de titel van het boek dat ik in 2011 gepubliceerd heb. Die is Het komt nooit meer goed en slaat niet alleen op Suriname, maar ook op de maatschappelijke positie van de Afro-bevolking in Suriname en Nederland. Toch wel merkwaardig dat André Misikaba zich pas in 2017 gaat afzetten tegen een boek dat in 2011 gepubliceerd is en waarvan hij de inhoud niet kent. Zijn uitspraak More de Leri, More de Taki Lolo Sani is een variant op het levensmotto van Afro-Surinamers en dat luidt als volgt: More de Leri, More de Don. Mevrouw Van Eyck, u zult het met mij eens zijn dat geen Hindoestaan, Chinees of Javaan deze stommiteit ooit zal uitkramen. Want dat zijn mensen die weten wat de waarde van kennis is. Ik ben afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. En dankzij die studie heb ik tussen 2007 en 2010 het gemiddelde slagingspercentage van de kinderen uit het binnenland die de gloottoets maken opgevoerd van 7% naar 51%. André Misikaba, de grootste nationalist van Suriname, kan mij dit niet nazeggen. Ik heb destijds ervoor gezorgd dat alle kinderen van de 6e klas van de scholen in Brokopondo, Sipaliwini en Marowijne over een woordenboek konden beschikken. Dat kan André Misikaba, de grootste NDP'er van Suriname, mij niet nazeggen. Ik heb ervoor gezorgd dat het onderwijs in Suriname niet in een nog grotere puinhoop is gestort door succesvol de invoering van het 11-jarig basisonderwijs te torpederen. Dat kan André Misikaba, de parlementariër, mij niet nazeggen. Vandaag de dag zijn er Maron-kinderen die op de middelbare scholen zitten dankzij een beurs die ze van mij hebben gekregen. Dat kan André Misikaba mij niet nazeggen. André Misikaba is de man die afgevaardigd werd door de beleidscommissie Occupatie om de Maron-occupanten op te dragen het geoccupeerde terrein van meester Sourtje Bali in der tijd te ontruimen. In niet mis te verstane woorden gaf hij ze te kennen dat ze terug moesten naar waar ze vandaan gekomen waren. Misikaba komt uit het binnenland en weet donders goed dat tegenwoordig geen mens daar op een behoorlijke niveau kan leven. Maar wat kan het hem schelen? Jullie moeten terug naar waar jullie vandaan komen, brulde hij. Maar zelf blijft hij in Paramaribo wonen, waar hij als zogenaamde volksvertegenwoordiger een slordige 15.000 SRD per maand incasseert. En wat doet hij ervoor? Propaganda maken voor de NDP en daarnaast de president verdedigen alsof zijn leven ervan afhangt. Bij geen enkel Maron-assembleelid is de drift zo intens als bij André Misikaba om ten koste van de Marons de overige Surinamers te behagen. Hij denkt dat door zijn harteloos gedrag tegenover de Maron-occupanten te vertonen, zijn aaibaarheidsfactor bij de NDP-top zal toenemen. André Misikaba schreeuwde door de microfoon dat dit land hem gevormd heeft om niet bij de pakken neer te zitten. Maar dat liegt hij. Want de huidige erbarmelijke situatie in Suriname is toe te schrijven aan de nutteloze assembleeleden van de coalitie die geen volksvertegenwoordiger zijn, maar een verlengstuk van de regering. De huidige situatie waarin Suriname verkeert is toe te schrijven aan de slaafse houding van figuren als André Misikaba die het behagen van de president als een daad van vaderlandsliefde beschouwen.
Hoe vaak hebben deskundigen tussen 2010 en 2015 de regering niet gewaarschuwd dat haar beleid het land naar de verdoemenis zou helpen? Wat heeft André Mijikaba met al die waarschuwingen gedaan? Hoe vaak hebben vooraanstaande Surinamers de regering opgeroepen om haar beleid om te buigen? Maar zij gaf geen gehoor, omdat de meerderheid van het parlement uit figuren als André Mijikaba bestaat en die peinzen er niet over om de bestuurders tot verantwoording te roepen. Als André Mijikaba luidkeels roept dat dit land hem gevormd heeft om strijdvaardig te zijn, dan liegt hij, want Mijikaba heeft nooit in zijn leven strijd moeten voeren. Het likken van mensen met politieke macht is geen strijd. Dus André Mijikaba, in de aanwezigheid van de president mag je je gedragen alsof je hersenloos bent. Je mag je keel schor schreeuwen door je af te zetten tegen mij. Je mag mij veroordelen voor het feit dat ik in Nederland woon. Alsof de Surinaamse Nederlanders verantwoordelijk zijn voor het beroven van de Surinaamse staatskas. Alsof de Surinaamse Nederlanders verantwoordelijk zijn voor het feit dat er geen anticorruptiewet door de assemblee kan worden aangenomen. Alsof de Surinaamse Nederlanders verantwoordelijk zijn voor het feit dat tot de dag van vandaag incompetente personen op positie worden benoemd waar ze niet thuis horen. En ministers in Suriname gemiddeld een houdbaarheidsdatum van minder dan 3 jaar hebben. Alsof Surinamers in Nederland verantwoordelijk zijn voor de mislukte naschoolse opvang die het land meer dan 300 miljoen gekost heeft. Maar jij, André Mijikaba, zal de geschiedenis ingaan als een van de grootste bedriegers die ooit in het Surinaamse parlement gezeten heeft. En nergens ter wereld gaan volksverlakkers de geschiedenisboeken in als patriotten. Meneer Wit, u praat toch wel heel erg persoonlijk tegen meneer Mijikaba. Hij heeft geen namen genoemd. Ja, maar kijk, Surinamers hebben de lelijke gewoonte om namen van de personen die ze bekritiseren niet te noemen. Dat is een daad van laksheid. En in dit geval had hij het duidelijk over mij. Maar hij is opgegroeid en gesocialiseerd in die cultuur van laksheid. En daarom denkt hij dat hij de repliek zal vermijden, dat hij dus geen repliek van mij zal krijgen als hij maar mijn naam niet noemt.